everyone, welcome to another episode of In the Life as a Crane Operator. First of all, I want to start off with saying things I'm going to change a little bit, or maybe drastic, or whatever you want to call it. I'm going to start doing the videos in Dutch. It has a reason for that. I'm one of my to focus more on the Dutch people. So it's to see if there are people in the world, in the Netherlands, who might want to become an operator and know what I'm doing, and it might be easier, and also for my colleagues and all that kind of stuff. But what I will be doing is do as much translating as possible, so that even people from Canada, the United States, or wherever you live, can also follow along. Might not always be as best as I can, but I will do my best. So with no further ado, now I'm gonna switch off to Dutch, and yeah, let's follow along. And yeah, if you like this video, enjoy it, or give it a thumbs up or whatever, just do whatever you want. I will keep making videos, and yeah, hopefully they will get better, and I think they already did. So now in het Nederlands. Nou, welkom bij mijn kanaal. Mijn naam is Tristan. Ik ben een kraanmachinist in de Nederlandse kraanvuur. Ja, ik kan wel het bedrijf zeggen, want je ziet het toch zo wel meteen. Ik zit nu op dit moment in mijn vaste machine. Het is een Liebherr LTM 1070-4.2. Dat betekent dat het is een 7 ton mobiele kraan op 4 assen. En het is de tweede versie. En ik dacht van, het lijkt wel een keer leuk om de machine te laten zien van binnen en buiten. Dus ik heb de kraan even low aan. Hij draait, de motor draait, dus kan ik even alles laten zien. Nou, dit is wat ik dus zie als ik rij. Nou, je hebt hier dus je belangrijkste informatiedelen. Hij staat nu op de handrem. Ik draag geen gordel en ik ben goed om te sturen. Van links naar rechts. Temperatuur de versnellingsbak. Hij is nu weer heel koud, dus daar heeft geen temperatuur. Brandstof, diesel. Motortemperatuur, oliedruk. Voltage van de batterij, snelheid, de versnelling. Ik zal hem even in zijn D zetten. Dan staat hij met A4. Dat betekent dat hij in zijn automaat vierde versnelling staat. Dan staat hij gewoon in zijn D daar. Nou ga ik naar deze, dat is 1 en 2. Dat betekent dat hij daar naar 4-4 toe schakelt. En dan kun je met de hendel naar beneden toe schakelen en dan gaat hij naar beneden toe. Dus als je in een krappe plek bent, kun je handmatig gaan schakelen. Je doet in feite dit nooit echt met lange rijen, alleen als je echt in de bouw staat en dat soort dingen. Nou, ik zet hem weer even op zijn D, op zijn N, neutraal. Alles weer in zijn 0. En de onderste is toerental. Daarnaast hebben wij de druk in de ketels. Dit is zoals in feite ook met de vrachtwagens. We hebben een luchtcircuit, dat dus de remmen op lucht gaan, ook voor de aanhanger die erachter zit, als die erachter zit. De vering heeft geen lucht, dat gaat met hydrauliek. En daar ga ik zo meer over vertellen. AdBlue, en dit is de koppelingsplaat. Nou, dit is eigenlijk voor de nieuwere type Liebherr kraan is het nieuw. Want je zit in feite een heel klein oliebad onderin de koppeling. En als je gaat manoeuvreren, wordt hij warm. En het is in feite gewoon ervoor zorgen dat dit niet heel heet gaat worden, want anders hebben we een probleem. De BTT, oftewel de Bluetooth Terminal van Liebherr. Hier in feite doen wij alles mee met de kraan. Je kunt er ook alles mee doen. Als we op de bouw aankomen, hiermee bedienen wij de poten. Kunnen we luchtvering mee doen. Zoals je kunt zien, kun je ook dus de kilometerstand, urenstand, hoe warm het is en op welke datum de video is genomen. Ja, het duurt meestal voordat het online zijn. Nou, de rest van de kraan. En als je kunt zien, het is ja niet zo heel groot als een vrachtwagen. Dus mensen die vrachtwagens rijden, die hebben echt meer ruimte. Bij ons is het, ja, we kunnen erin zitten, we rijden erbij, we kunnen een kop koffie drinken en het is prima. En het meeste werk doen wij toch boven. Nou, de banaan, oftewel de rest van de knopjes. Nou, zo'n beetje dit gedeelte is jouw versnellingsgedeelte, oftewel het rijden. R voor achteruit, neutraal. En D van de vooruit. Eco mode, nou, dat rijdt hij zuinig, helpt niet.
Hiermee kun je handmatig schakelen. Hiermee kun je ook nog, ook al staat hij in zijn D, versnelling zak of omhoog. Dit is heel start, dus als je op een berg naar boven stuurt of een heel klein assist. Dus als je dus op een helling staat en je moet wegrijden, druk je die in, houd hem even vast, gas geven en dan rij je zo weg. Schildpadstand, je kunt hem gebruiken, maar het wordt niet echt aanbevolen. Waarom? Omdat dan je gaat heel erg met die koppelingplaat spelen en het is best wel belangrijk dat je niet al te veel in de koppelingsplaat gaat spelen. Want daardoor gaat je levensduur van de koppeling naar beneden toe. En ze zeggen altijd, doe gewoon rustig aan, is de twee, is ook prima. Gewoon lekker rustig aan. De rest. Deze heeft geen functie. Dit. In feite, ja, dit is vering. En die schakel je in feite pas in als je stilstaat en dan je kraan gaat, gaat vlak zetten en dan kun je je stempel doen en bla bla bla. Even kort gezegd. Dit is rijstand. Dus dan ga je handje, rijstand, gaat allemaal knipperen totdat het allemaal knipperen en dan sta je goed. Je vering, hoe noemen ze dat ook in het Nederlands weer? Betekent dat je vering vast wordt gezet. Dus als je gaat de kraag gaat opstellen dus, en je gaat op de poten zetten, dus dan komt de wielen komen omhoog. Hierboven heb je de stuurprogramma. Ik kan hem even uitzetten eigenlijk. Iets makkelijker misschien met lawaai. De stuurprogramma's. Stuurprogramma 1 is voor het rijden. 2 is voor echt krappe sturingen. Dus dan sturen alle wielen. Dus 1 tot en met 4. Bij stuurprogramma 1 as 1, 2 en 4 sturen. Bij 3 sturen ze allemaal dezelfde kant op. Bij 4, als je toevallig naast een muur staat en dus zorg ervoor dat je kont dus in feite niet uitzwaait, dus dan stuurt je alleen de voorwielen. En 5 is handmatig, dus als je deze met die inschakelt kun je met deze handmatig sturen. Hier heb je assen, dit is in feite 1, ja, alles met handje. Je sperren allemaal. Dit is jouw kachelstand. Dus 6 tanden, 3 standen voor die ventilator. Dit is om voor de uitlaat als je schoongemaakt moet worden. Verlichting, contourverlichting. Hij gaat nu aan. Voorverlichting, mistverlichting, zwaailampen, gevarenlichten, stempel. Ja, stempelbalkverlichting, je spiegelverwarming, airco, en die heb je niet. Nou, dan heb je dus de handrem, startsleutel, verlichting. Deze knop is voor de werkverlichting aan de zijkant. En deze is voor de blauwe verlichting waar ik nu aardig mee bekend ben. Helm, liepheer, de grote afstandsbediening. Mijn coolbox met een heel handig tafeltje gemaakt en nog wat vakje en nou ja goed en het stuur, ja, heel handig, automatisch of elektronisch aanbediening, smeerdingen of wat schoonmaakspullen, kleedje aan de onderkant en dat is in feite alles. Dus ik ga nu even naar buiten. Laten we de zijkant van de kraan een beetje zien, of de ballast, en dan zie ik je zo verder. Nou, nu zijn we even buiten met de kraan. Nou, dit is een Liebherr LTM 1070. Het is een 70 tons mobiele telekraan. Dat betekent dat hij in een 70 tons klasse komt. Het wil niet zeggen dat hij echt 70 ton een keer gaat pakken. Het maximale wat ik mag hijsen in combinatie met dat hijsblok is 39,7 ton. En dat is best een hoop. De machine zelf mag volgens de wet 48.000 kilo wegen, maar hij weegt meer. Dat komt omdat er een mooie regeling bestaat als 10%, waardoor de kraan uiteindelijk 52,5 ton is. Dat inclusief 14,5 ton ballast, schotten, kettingen, kist vol, etc. etc. Nou, vanaf de voorkant, het hijsblok. Dit is een 3-schijf Ramshorn hijsblok. De camera
Straks zie je het beeld wat ik zie in de bovencabine. Telegiek. 6 delen, 5 keer uitschuifbaar. 50 meter hoofdmast totaal. Ik heb geen jip, dus ik heb alleen hoofdmast. En dat is wel eigenlijk lekker hoor. Geen jip erbij. Goh, echt. Hou je mond daar. Nou, de volgende. De ondercabine. Waar we het rijden doen. En trouwens de naam van de kraan. Lifty. Leuk verhaal. Kort houden. Een jongen kwam een keer bij mij. Was de kraan aan het kijken. En die zegt van, gosh, die kraan lijkt veel op Lifty. En die keer zo van, ja, met dat blauw lijkt er eigenlijk wel een beetje op. Dus sinds die tijd, eigenlijk sinds mijn vorige kraan, heet de kraan Lifty. Van Bob de Bouwer. Ja, ik weet niet of dat een copyright ding is, maar goed. Nou. 8 wielen, 4 assen totaal. De voorste 2 assen mogen zijn 12 ton per stuk. Of die wegen, of de asdruk is 12 ton, 6 ton per wiel. De voorste is aangedreven. De tweede niet. En de laatste twee zijn wel weer aangedreven. En dat betekent dat... Dat betekent dat dit een 8 bij 6 bij 8 kraan is. Dat betekent het is een 8 wielen kraan bij 6 wielen aangedreven en 8 wielen gestuurd. Dus al deze wielen kunnen sturen. Dus dat is best wel een ding. Nou, hier ligt 7,6 ton ballast. En de rest die hangt daar aan de kont van die 6,9. En die heb ik wel hard nodig. Bovencabine. Achterkant en mijn aanhanger daar zo over meer. Ik ga nu even de kraan even opstellen. En dan ga ik je de rest laten zien met de kist wat achter zit. En dan, het is even nodig om tijd op te stellen. En dan zie ik je zo. Zo, ik heb net de onderwagen laten zien. Dus wat in feite een kraan allemaal kan doen. En alle kopjes een beetje betekent. Nu gaan we in feite een beetje de achterkant laten zien. Wat ik allemaal meesleep en meeneem. Hijsmateriaal, sluitingen, kettingen, hijsbanden en dat soort dingen. En ook een beetje de bovencabine van wat de functies heeft. Nou, als eerste, dit is mijn kar. Hier liggen de standaard hulpmaterialen bij. In feite moet ik ze elke dag meenemen, maar dat gebeurt niet altijd. Dit hier is een vloerplatenklem. Of wij noemen ze eigenlijk schaapplatenklem. Dat is een kleine klem om betonnen vloerplaten mee te hijsen. Daarachter ligt de kubel. Dat is een 750 liter kubel om beton mee te storten op een bouw. Dat is een blokkenklem, dat gele. En daaronder of daarboven, of hoe je het ook wil noemen, is een pellethaak. Dat nemen wij verder standaard mee als een bouwbedrijf daar vraagt. Technisch gezien moeten wij het ook elke dag meenemen als het niet opgevraagd wordt. Maar heel veel machinisten zeggen zoiets van, ja, maar als het niet op de bon staat, dan gaan wij het ook niet meenemen. Want het is, ja, met een aanhanger op een bouw rijden in een krappe straat is niet altijd even leuk. En vooral als je weet dat in Nederland de mensen allemaal 2 auto's voor hun deur willen hebben. En, ja, sommigen kunnen niet parkeren. En ja, ik laat die discussie maar even hoe het is. Nou, ik heb even de kraan opgezet. Even een beetje te laten zien ook wat ik allemaal bij me heb. Nou, dat is mijn trekhaak. In feite, ik heb 2 trekhaken. De andere laat ik zo even zien. Nou, met de eerste kist. Sluitingen. Nou. Babysluitingen. Deze zijn goed voor... Even kijken, wat is het ook alweer? Hoeveel ton? 2 ton. Dus die mogen 2 ton hebben per sluiting. 17 ton. 12 ton. Zeg ik het goed? 6 ton. 9,5. En 12. Ja, 12, 12, 17, 2 en 3,25. Dus net wat groter dan die 2 tons. Caravankettingen. Die gaan in feite onder de caravanbalken onder het chassis. Daardoor kunnen de balken niet naartoe glijden en ze blijft dus die balken op de plek waar ze moeten blijven. En een hoop extra dingetjes om sluitingen mee en zorgen voor dat ze niet loskomen. Kist 1. Nu gaan we even naar de andere kant, de tweede kist.
ijsbanden. Nou, hij ligt letterlijk vol. 3 ton 5 meters. Daar heb ik er 4 van. 2 van 2 ton 5 meter. Eindloze stropjes. Dat is in feite gewoon een strop. Helemaal rond. Rondtrek. Deze paarse mogen 1 ton hebben. De groene mogen 2 ton hebben. En de gele mogen 3 ton hebben. Hier in Nederland, of ja, ik denk eigenlijk de hele wereld, is ondertussen tot en met 10 ton heeft zijn eigen kleur. Blauw is 8 ton. Bruin achter is 6 ton. En dan heb je nog een paar tussen. En dan kom je naar 10 ton. Dat zijn een beetje, dat zijn oranje. En dan dat koop betekent dat het ook voor 50 ton is of voor 25 ton. Dus na 10 ton blijft dezelfde kleurkoning hetzelfde. Nou, middelste kist. Nou, hier zitten gewoon wat extra dingen in. Zoals een touw, stuurlijn, mandeltrekhaak, doeken, smeermiddelen, spanbanden. Nou, dat is eigenlijk alles. En een mooie camera, zoals je net ook kon zien met het scherm in de cabine. Dat zie ik dus precies achter mij. En dan zie je ook in feite midden op het trekhaak. En zo kun je hem aankoppelen. Nou, laten we even naar boven toe gaan. En dan laat ik je boven zien. Oh ja, en nou ja, God, ik weet niet, als ik het net al heb gezegd. Dit zijn de stempelpoten. Er zitten nou geen stempelschotten onder, want die hangen in de kraan. Dit is nou puur ook omdat ik de kraan heb gewassen. En dan ga ik hem niet echt helemaal opstellen en ik doe nu geen hijsactie. Dus zodra je wel echt gaat hijsen voor een aannemer of voor weet ik veel wat, dan komen de schotten onder, want dan komen de stempeldrukken veel hoger op. Waardoor de ondergrond onder de stempels kunnen bezweken en kan omvallen, simpel te zeggen. Maar goed, even naar boven. Nou, het ligt even nog niet helemaal goed op het dek. Maar we gaan even ook de kisten hier zo laten zien. Nou, kist nummer 1. Dit zijn de zware 10 ton kettingen. Dit zijn de jukkels van de jukkels die ik bij me heb. En dan zie je ook, een beetje laten zien, het labeltje 10 ton. Per leng, 6 meter lang. Daar heb ik dus 4 van. Uiteindelijk dan, als je dus de berekeningen gaat doen, mag ik voor mij nog een maximaal van 20 ton of zoiets tillen met 4 van die kettingen. En ja, door berekeningen dan en hoek, dan mag je dus minder hijsen dan rechtstandig. Nou, deze heeft mijn 5 ton kettingen. En daar liggen ook nog 8 ton, 5 ton, 6 meter liggen bovenop. En daaronder liggen 8 ton, 2,5 meter. Ja, als je ze nodig hebt, heb je ze nodig. Ik kan beter te veel hebben dan te weinig. Mijn meest gebruikte kettingen. Daar liggen mijn 5 meter 4 tons kettingen. Daarbij heb ik nog wat klephaken. Ik zal ze zo even eruit pakken. Wat andere kettingen. De bovenste is een beetje mijn verdeelhaak. Dus dat is een ketting. Daar gaat van twee haken of twee ogen naar één middelpunt. En daar zitten weer twee haken aan. Dat is in feite om te zorgen voor dat in de bouw, wanneer mensen niet opletten naar de kettingen, ervoor zorgen dat het al gewicht er goed in hangt en dat het hijsblok niet gaat scheef hangen. Want omdat ik dus een dubbele haak, dubbele hijsblok heb, of een dubbele haak heb op mijn hijsblok, wij noemen het een ramshoorn. En als je hem aan één kant belast, dan gaat het blok schuim hangen. En als je wilt draaien, gaat hij de hele kabel bedraaien. En daar heb ik niet zoveel leuk aan. Maar goed. En als laatste, mijn 6 tons hijsbanden. 4 van 6 meter, 6 tons. En dat is in feite alles. En dat is in feite al het materiaal wat we meenemen. Nou, het laatste gedeelte. Ik zal je ook even de binnenkant laten zien van de cabine. Waar in feite het meeste werk wordt gedaan van onze tijd. Een beetje laten zien wat alles is. Hoe de cabine eruit ziet. Het is niet heel groot, want als ik zo ver doe, dan zie je in feite alles. Nou, hier hebben we dus een camera. Dat zie je in feite rechtstreeks naar beneden toe. Die zit in de kop van mijn mast. En die zit een beetje daar zo. Kijk eens hoe ik kan wijzen. Dus het kleine vierkante dingetje.
Ja, dit is onze LMB computerscherm. Je mag het van alles noemen. Wij noemen het een LMB. LMB staat voor Last Moment Beveiliging. Dat betekent dat hij in feite alles in de gaten houdt. Hij rekent alles van ons uit. Zodra je alles goed invoert, stopt hij op een gegeven moment naar wanneer hij zijn maximale capaciteit heeft behaald op de vlucht waar hij kan hebben. Nou, nu sta ik in feite heel erg simpel opgesteld en het is nu echt gewoon, dit is mijn simpel basis. Staat wel fire base en ik moet in feite even op anders staan, maar dat is meer voor omdat ik er altijd op staat. Eentje terug en terug. We denken, hij staat 8 meter bij 6,30, dus alles op 100%. Stempel, dus kijken hoe vlak ik sta. Dat is dus haasje met Eco-mode. Eco-mode betekent dat de kraan zelf zijn toeren gaat aanpassen naar vermogen wat hij nodig heeft. Dus als ik heel rustig ga hijsen, dan doet hij de stationair. Heb ik echt toeren nodig, dan gaat hij zichzelf ik moet wat doen en dan gaat hij het doen. Nou, dat is waar ik op dit moment mag hijsen, maar dat klopt niet helemaal, want ik sta op 2 touwen. Die N betekent nummer of touwen en die staat op 3. En dat heeft de reden, omdat namelijk met inpakken met de BTT, wat je net hebt laten zien, gaat hij heel verdopt langzaam. En als je op 3 touwen zet, gaat hij net wat sneller en dat is wat fijner inpakken. Daaronder hebben we wat er nu inhakt met mijn schotten. Vlucht, hoek van Giek. Hoeveel ik uit heb geschoven. Nou, die nulletjes betekent dus elke basis waar ik heb geschoven. En dan kan ik op 0, 46, 92, 100 uitschuiven. Daaronder heb ik hijshoogte. Maximale uitschuiflast. Of maximale last waar ik mee mag uitschuiven. Nou, dan hebben wij onze brandstof en diesel en AdBlue. Nou, je ziet ook motorolie. Dat is de filter voor het uitlaat. AdBlue en olie, of niet olie, diesel. En dat is de olie. Dan gaan we eentje naar beneden. 24 volt, dus hoeveel batterijen hebben. Motortemperatuur is 39. Uitlaattemperatuur is 37, maar hij staat ook uit, dus hij doet niks. Snelheidsbaktemperatuur. Deze twee zijn hydrauliek olietemperatuur en de oliedruk. En je beneden toe, het zijn gewoon lucht, meer is het verder niet. Radio, het allerbelangrijkste radio. Gewoon leuk om muziek te luisteren. Kachel, 23 graden, automatisch, hij staat nu uit. Bekertjeshouder, echt het belangrijkste. Zonder koffie overleef je dag niet. Nou, de linker joystick staat nu uit, dus hij gaat ook echt niks doen. Als je kunt zien, naar voren is uitschuiven en dan zie je ook meteen het scherm veranderen. En dat ook inschuiven is inschuiven, daarmee is inschuiven. Links, rechts, links is naar links wenken, rechts, rechts wenken. Als je zegt van hé, ik wil wat meer weten, kan ik het best nog een keer beter doen. Je hebt ook heel veel andere dingen nog, maar omdat het juist staat, ga ik dat niet allemaal laten zien. En ik denk van, ik ga je echt even een overview geven van wat mijn kraan, of nou ja, niet mijn kraan, want hij is voor de baas, maar mijn vaste machine, hoe die eruit ziet. En als je mij op de snelweg ziet van, hey, toet er even, yo, ik zwaai altijd terug, zoveel mogelijk. De rechter joystick. Rechter joystick. Number 2 is optoppen, dus de links is optoppen. Naar het raam toe of naar rechts, aftoppen, zakken, hijzen. Daaronder zitten nog heel veel andere functies. Hier hebben wij nog meer functies. Zwenkpen, treeplank, kantelcabine, dus cabine omhoog en omlaag. Ballast, lampjes, motor aanluid, ruitenwissers. Ja, je ziet, volgens machinisten, degenen die er kijken, die machinisten zijn, herkennen dit wel van een liebherr. Allemaal standaard. Het is gewoon van Lycon 1 en Lycon 2, Lycon 2,5 en Lycon 3 is wel wat nieuwer, maar het is nog steeds allemaal hetzelfde. En ja, in feite, we doen hier elke dag ons werk mee. Ik heb er steeds plezier aan en het blijft gewoon leuk. Gewoon de uitdaging die erbij zit. Dus ja, dit was een beetje een hele korte en snelle overview van wat de kraan is. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.
En oh ja, als je nog niet gesubscribed hebt, mag je doen. Like de video's mag je ook doen. Niet verplicht, maar erg gewaardeerd. En ja, misschien wie weet in de toekomst nog meer video's. En nou ja, goed, ik hoop dat ik dit echt kan blijven doen. Om jullie meer te vertellen van wat wij doen als kraammachinist in Nederland. En ook voor de mensen erbuiten als die geïnteresseerd zijn. Want ja, we weten het allemaal. De markt, de badenmarkt, het is allemaal ja, heel veel aan. We hebben heel veel mensen nodig en ook goede mensen. En ja, god, als je zo mensen kan interesseren, is het altijd meegenomen. Dus bedankt voor het kijken en yo, tot de volgende keer.